Ik denk dat we nu heel goed luisteren naar de personen die naar de hoorzitting komen. Er zijn medici, neonatologen, vroedvrouwen, juristen, mensen van de burgerlijke stand. En zij brengen allemaal elementen aan die heel belangrijk zijn om dan daardien de keuzes te maken. Er zijn twee belangrijke zaken en twee uitdagingen. Enerzijds het verwerking van het verlies van een ouder die een kindje doodgeboren heeft en die een erkenning willen, onder vorm van registratie of van een naam of wat dan ook. En dat is belangrijk dat we daar begrip voor hebben, maar anderzijds moeten we ook zorgen dat we andere wetgevingen niet in gevaar krijgen, de anti-abortuswetgeving. En ik denk dat het erop aankomt om te kunnen kijken van hoe kunnen we de twee bezorgdheden met elkaar verzoenen, zodat we enerzijds een signaal kunnen geven en iets kunnen doen aan ouders die een doodgeboren kind hebben, maar anderzijds ook de abortuswetgeving niet in gevaar kunnen brengen.